We zijn er. Ja, ja, ja. Er is best wel veel te doen, ongeacht door corona. De mensen, jongen. Gratis reuzenrad, alleen vandaag, mensen. Fantastisch. Heel leuk. Moet je kijken wat de mensen... Hoezo coronaregels? Allemachtig. Verspreiden die foto. Waar staan wij? 33. Thank you.
Dit ding is best wel hoog. Holy shit, hey. Moet je kijken, dit is het circuit, mensen. Fucking gaaf. Formule 1 experience. Oh god, staat nog stil ook. Check die, check het publiek daar al. What the fuck, hey. Ik kijk met een enorm publiek daar, joh. Allemachtig. En ik zit daar, zo. Daar, ik kan het bijna niet zien, maar... Holy shit, hey. Oh my god, is hoog. Zo, dan kan je mooi die banking zien. Dus dit is Zandvoort, mensen. Woehoe. Daar is er nog één. Daar in de verte is nog een reuzenrad. Super, super vet. Dit is Zandvoort, mensen. Moet je kijken wat het publiek gaat. Holy shit, hey. Super vet. Dat is F1 Experiences. Moet je kijken wat een publiek, man. Dat is echt fucking vet. Kijk, allemaal kranen voor de Formule 1. Ik wou even het reuzenrad in, dan kon ik even kijken hoe groot het circuit wel niet is. Want het is aardig groot. Je kan gewoon het hele circuit kan je gewoon zien, mensen. Dat is echt zo gaaf. Het is niet zo druk nu, want de Formule 1 is weg. Die kijken wanneer een stoet daar loopt. Ik kan, volgens mij kan ik Albert daar ook zien. Dat is fucking vet. Holy shit, hey. Maatje, kijk nu. Hey Albert, kun je me zien? Albert, ik ben zwaaien nu. Oh, live jongens, dit is fucking live. Kijk dat circuit ook. Dat is best wel lang circuit hoor. Best gaaf. Dit is voor de Super Friday trouwens. En ik zit helemaal daarachter. Je kan het bijna niet zien, maar ik heb een Super Friday ticket op de mainstream. Kijk wat een publiek daar joh, holy moly. Hoezo corona regels? Echt jongen, laat die 33% ook gewoon daar komen. Er zit gewoon een hele fanzone. Heineken 0.0. Fanzones hier. Je ziet gewoon alles. Het is hetzelfde als in Spa, in België. Allemaal tentjes, nog een tentje. 538 tentje. We gaan best wel hoog trouwens. Holy shit, hè. Het is echt fantastisch lekker weer. Yeah. Ja, dit is echt fucking gaaf, mensen. Ik ben er zaterdag en zondag nog een keer. Dus zaterdag komt de vrije training en de kwalificatie. En op zondag zitten we bij de race. Zitten we op zaterdag, zondag zitten we trouwens daar. Dat is een Max Verstappen tribune. En dan zou het misschien daar of daar wezen, maar het is allemaal goed. Het is allemaal heel vet om te zien. Hij gaat best wel snel trouwens. Er zitten nou 4 minuutjes in of zo. We gaan nog een keer, mensen. We hadden een beetje copyright, maar dan gaan wij lekker niet veel opnemen. Ik ga eventjes zo hier, eventjes een beetje inzoomen. Ik had eigenlijk mijn handicap mee, gewoon aan moeten doen. Ik heb ook al een handicap, maar je bent al gauw aan de hoogte. Formule 1, alles is dicht hier. Dus er staan ook 2 Jumbo vrachtwagens, hallo Jumbo. En dat is Zandvoort, mensen. Daar zit ook een heel ding allemaal. Oh, nou blijf ik hangen. Jee, blijf hangen. Pitstop challenge, e-sports. Ja, was allemaal in Spa ook. En daarachter heb je dan het bewoonbaar gebied. En daarachter heb je dus ook nog een reusrad van Skyvision. Die was ook in Drachten. Dus helemaal vet. Moet je kijken, want een enorme rijder staat voor de patat en zo. Dat is toch niet normaal. Thank you.
ik heb nog een, beter plaatsje gevonden. Fucking hell. In de banking. Dames en heren, ik sta hier helemaal aan de overkant nog steeds van de arena en ik heb iets heel moois. Er is een mooie man. Ja, fantastische auto's die natuurlijk hier inmiddels all track zijn. Hartstikke fijn. We gaan racen. Kom. Arthur Leclerc gaat achter op het circuit aan de leiding. Logan Sargeant zit daar heel dicht achter. Let op straks, dames en heren, want na een rondje of wat, dan mag de DRS open. En dan krijg je misschien wel inhaalacties richting de Tarzanbocht. Cordeel is heel ver teruggezakt. Ja, dat is jammer. We starten vanaf Paul. Wat een slechte start. Bocht en dan door de aangedaan bij bocht. Maar ik zit in de handzijdingsbocht. Arthur Leclerc die aan de leiding gaat. In de gaten te houden. What do I find interesting? Well, it's where to try. Hier had ik het net.
possibly. Yes, he's in 12th place. Side by side, great racing from van Charles Leclerc, die gisteren ook al zo goed onderweg was met de Ferrari. Alonso is nu weer ietsje sneller en Sergio Perez moet de man zijn. Die blijft steken op een 1.11.999, net onder de 1.12. Dus we hebben... Ik had het erover dat het hier dicht bij elkaar zou zitten. De top 10 zit gewoon op 18. Leclerc vanochtend ook deed in de Formule 3 race. Deze curbstone moet eigenlijk iets langer zijn. Dat vindt de familie Leclerc zeker. Volgens Leclerc. That's a trick he learned from his brother, who did exactly the same this morning in the Formula 3 race. There isn't really enough curb there. I think that's out of 10, isn't it? Rustig de pits uit. Langzaam de pits uit. Dat ze van 300 kilometer in bocht 1 teruggaan naar heel wat minder snelheid. En dat is allemaal enorm laat in de remmen. Dat geeft enorme krachten op je lichaam en natuurlijk op de auto. En we gaan even aanmoedigen. Max Verstappen, jongens, kijk op de hoofdtribune naar rechts. Dan zie je hem vanzelf aankomen. En als hij ergens anders op het circuit zit, dan... Dit gebeurde ook eerder in bocht nummer 10, dat hij ineens gewoon dwars stond, zoals Hamilton problemen heeft. Zo, gaan we rustig een half uurtje nog een vrije training hebben. Kwalificatiesimulaties is belangrijk en misschien nog een long run. Ja, big moment there for Sebastian Vettel in turn 3. Second time today, yeah, the big moment. Definitely discovering the limits of adherence in turn 3, and we nearly had our second incident in turn 3, but Verstappen now on a quick lap, cheered all the way around of course by yourselves, and Max Verstappen sets the fastest time, first time out in the first sector. The sectors incidentally from start finishing line through to just after turn 6, and the second one from there to just before turn 11, and the third one from there back to the start finishing line. But Max Verstappen between his teeth, and Max, just remember, Monaco, you don't want to crash in this session, because as I said, 2 hours to repair the car before qualifying, and qualifying every driver is going to be so important because it's so difficult to overtake.
tijd straks tussen 3 en 4. Dan gaan we kwalificeren. Nu is het voorlopig nog kijken hoe je ervoor staat. En Max Verstappen gaat er goed voor. 1.11.2.2.5. De snelste tijd. Meteen snel op het rechte stuk. Verstappen. Hij heeft 1 ronde gereden vandaag. Ronde en is de snelste, maar meteen komt daar met een enorm verschil. Valtteri Bottas onderdoor, die is een 8000ste van de seconde is hij sneller dan Max Verstappen. 8000ste van de seconde, je kan het niet zien, maar het is echt gebeurd. Het is Bottas, 8000ste erachter is het Verstappen en dan Alonso, Leclerc en de rest van het veld. Maar het is waanzinnig close, het is zo spannend. 8000ste of a second. Yeah, well, Verstappen went fastest with 111.225 and then by that tiny 8000ths of a second by Valtteri Bottas. So 111.217 for Valtteri Bottas and 8000 slower Max Verstappen. And then there's a gap from second to third place Pierre Gasly, and fourth is Fernando Alonso, fifth is Charles Leclerc, and sixth is Sergio. But great reaction from all of you. Fantastic. And we still have 24 and a half minutes to go. Sebastian Vettel, at the moment, no competitive time from him, in spite of frequent efforts by him to go faster, some of which have worked, but some of which have not. Of course, so a little bit better for Sebastian Vettel. And that's 2.1 seconds slower than Valtteri Bottas. So it's pretty close anyway. The whole field compressed into 2.1 seconds apart from Robert Kubica. And the good news is that Valtteri Bottas did that lap on the soft tyre. And Verstappen is on the medium. Dus Bottas is op dit moment wel de snelste, dames en heren. Maar rijdt die tijd op de zachte band. De zachte band is sneller dan de medium band. Dus Max Verstappen eigenlijk een hele goede tijd. Verstappen buiten gebleven. Heeft hij één rondje, dan rijdt hij wat rustiger. Want dan moet hij de accu weer helemaal opladen. De accu die hij gebruikt voor het extra vermogen. En nou is hij weer onderweg in een snelle ronde. En weer een snellere eerste sectortijd voor Max Verstappen. 24.6. Hij is sneller dan zijn eigen eerste sectortijd. De ideale ronde. 10.7.6.5. Als je alle sectoren aan elkaar plakt, dat is de vraag. En nu kijken naar de tweede sectortijd. Dat kan, hè, als je op die band rijdt. En 24.1.4.8. Weer sneller. Max Verstappen op weg naar weer een snellere tijd. Wordt het een lage 1.10? Dat is de vraag. Hij gaat Arelai naar bocht. Jongens, daar komt hij. Surely he's going to go quicker than Valtteri Bottas. He does. A 1:10.702 for Max Verstappen. Op de medium band. En vergeet het niet. Op de medium band dat hij die tijd zet. En dan neem ik aan dat hij nu naar binnen gaat. En dan misschien een setje van de zachte banden erop zou willen doen. En kijken wat daarmee gebeurt. Maar voorlopig heeft hij het onder controle. Een van de problemen die Max Verstappen had, was dat hij eigenlijk geen vrije ronde, een fijne vrije ronde kon rijden. Want iedere keer gebeurde er wel wat. En nu heeft hij alle sectoren aan de hand. En is hij gewoon de snelste met een 1:10.702. En dat, even kijken, moet ik even spieken, is 2/10 sneller dan de snelste ronde van gisteren. Dus dat is ook de allersnelste ronde hier ooit gereden. A 1:10.702 is 2/10 of a second faster than the fastest time. And it's, well, it was half a second quicker than anybody else, but you've got a little bit quicker than you say on the medium compound tyre. That's an impressive time, and his race performance on the field tanks yesterday was pretty impressive as well. But the crunch hour is from 3 to 4. Driver with the team into the team as well. Porsche Junior driver and Simone Iacuta makes the Italian driver Jackson in sixth. Christopher Zurk, driver with a German license, lives in Dubai. Then Japan Lago, Dorian Boccalacci, former Formula 2 driver, in ninth place, and Florian Latour, his compatriot in 10th for the moment. We zien de Nederlanders de baan oprijden. Hartog ten voorde, Scheuring allemaal uit. Zo.
is de run kwijtgeraakt. Nadat de andere rijders allemaal hun tijd gezet hebben, is aan de ene kant een vrij rustige baan, want er zullen veel auto's binnenkomen. Aan de andere kant moet je natuurlijk ook net de mazzel hebben of de pech hebben. Gezwaaid of zelfs een rode vlag, want dat zou natuurlijk allemaal je ritme helemaal kunnen verstoren. Je neemt een klein risicootje, dat is ook een dwars. Hij is met zijn lucht. Als ze gaan richting de ene laatste bocht en ook voor Harry King. Te kort, want we zien Scott Brown. Hij gaat. En dan neem ik aan dat Harry King. British champion is up in 11th place. He's the British Porsche Championship leader. Winner of the Her Majesty. And Jose de Castle. Not the Castle. Philip Saga. Yeah, Philip Saga. So two amateurs. Spins in turn three. Pereira, Hansen Guven, Leon Köhler. It's still the top four. Half uur bijna is natuurlijk verkeer. Veel auto's nu op de baan. Slechts 5 auto's in de pits. Dat betekent 15 auto's op de baan. En dan moet je zorgen dat je niemand hindert. En je wil ook natuurlijk niet gehinderd worden in je snelle ronde. Terwijl ik even gauw zie dat Max Verstappen nog heel veel banden over heeft. En de rest begint aan zijn snelle ronde. Maar wat gaan we nu maken? De camera's op de grote schermen volgen Max Verstappen. Hij rijdt richting de Hans Ernstbocht. En kijk eens jongens, het ziet er fantastisch uit. En laten we maar met z'n allen, als u langs rijdt, vooruit sporen aanmoedigen. Natuurlijk allemaal. Hier is het Verstappen. Die gaat beginnen aan zijn snelste ronde, snelle ronde. De eerste. En eigenlijk moet gewoon 1 ronde genoeg zijn om je in het tweede deel van de kwalificatie te rijden. Verstappen is sneller. Heeft de allersnelste tijd in het eerste deel. De allersnelste tijd in het tweede deel. Gaat nou richting de ene laatste bocht. En de man, mensen op het rechte stuk. Kijk nu maar vast naar rechts. Want hij komt eraan. En dat gaat een nieuwe snelste tijd worden. Voor Max Verstappen. Hier op het circuit Zandvoort. Voor de Grand Prix van Nederland. 19:06. Voorlopig de allersnelste tijd. Het is warm. Het is 35 graden op baantemperatuur. In 1:10:0, is dat snel genoeg? Dat is de vraag. So Max Verstappen is going quickest. And he is about 6/10 quicker than his MG. Goes second. But of course it's not who's quick in this session that matters. It's the slow. They just want to get through into Q2. Once they've got through into Q2, they then want to be able to fight for those top 10 grid positions in Q3. That's the important thing. Verstappen, fastest. From Hamilton, second. Sainz in third. Bottas fourth. Perez fifth. And Giovinazzi in sixth. But we've only had 14 times. Natuurlijk kijken wij naar de top
3. En natuurlijk hopen we dat Max Verstappen daar volgende tijd staat. Aan de andere kant, het gaat er nu om, terwijl we kijken naar Sebastian Vettel. Die zijn er langzaam. En als we kijken, dan zien we ook dat Hamilton en Bottas goed voor elkaar hebben. Want ze staan erbij, maar die hebben allebei op de mediumband gereden. Niet op de allerzachte band. Verstappen, Gasly, Leclerc en Perez hebben dat wel gedaan. Hamilton en Bottas on the medium tire. Medium tire, interesting to hear that. They're just, I guess, finding out what sort of performance they can get from those tires. They'll watch the tires and maybe put on the soft compound later on, either in this or, well, certainly I think in Q3. Well, it's maybe because it's such a short lap, you might be able to change. Door mooi en dan omhoog. Als je het ziet, dan zie je hoe hard hij hier gaat. 270 boven de 270 richting de 280 en dan gewoon vol gas, hè? Vol gas, niet normaal. Just flat out. Amazing, isn't it? Absolutely amazing. Riding on board here with Fernando Alonso. He was trialing a helmet camera at Spa last week, but his camera, as you can see, and Alonso, former two-time world champion, of course, and this morning in the session, so let's see where he ends up. It's Verstappen, Hamilton, Gasly, three, then Leclerc, Bottas, Perez, the top six. Just under 9 minutes. Should come through here shortly, and he goes up into fifth place. Fernando Alonso fifth. Daar is Esteban Ocon, winnaar van de Grand Prix van Hongarije. Hij kwam bij de eerste bocht aan, zag een heleboel zo jongens erheen en dacht: als ik nou gewoon als eerste de bocht uitkom, is er niks aan de hand. En dat heeft hij vervolgens enorm volgehouden. Terwijl Bottas de snelste sectortijd rijdt in het laatste deel. En ook Hamilton nog op de baan is. En bijna zijn beste tijd. Maar niet helemaal. Sterker nog, hij doet iets beter. 10-1-1-4. Bottas 10-2-19. En dan is het Gasly, Leclerc, Alonso en Perez. Maar ja, wat natuurlijk interessanter is in dit gedeelte van de kwalificatie. Is de nummer 16 tot en met 20. En dat zijn voorlopig Tsunoda, Sainz, Mazepin en Schumacher. En Robert Kubica. Want zij zijn klaar als het nu zou stoppen. Yes, Carlos Sainz has got a bit of work to do. He's down in 17th place at the moment. But he's on the circuit at the moment. So just after his accident in FP3 earlier today. Also into sixth and opening into ninth place at the moment. Norris has just slotted in to eighth place ahead of Ocon. So the bottom six at the moment, or five at the moment I should say, are Latifi in 16th place, as we've just had an improvement from Robert Kubica. Latifi in 16th, Tsunoda in 17th, Sainz in 18th. Mazepin in 19th and Schumacher in 20th place. Those are the bottom six, five at the moment, with 7 minutes to go. Carlos Sainz, de man met Ferrari, die zo snel was gisteren en vanochtend zo in de vangrail reed, is naar het derde deel van de kwalificatie zien te komen. De rest maakt nog niet uit. Eigenlijk kijken we weer naar de langzaamste vijf en we kijken naar welke banden je gebruikt om de snelste tijd te zetten. Dus de langzaamste vijf zijn weer belangrijk, maar wij kijken natuurlijk naar Max Verstappen, die sneller is dan wie ook en al een 24-1 heeft staan in het eerste deel. Hij gooit de auto over de baan. Hij heeft vertrouwen. Hij heeft alles in die auto. En het is echt lekker. Dan moet hij even geen verkeer hebben. Dat zou natuurlijk heel erg lekker zijn. Bij het uitkomen van het team gaat hij richting de arena. Juich hem aan. Juich hem toe. De eerste tijd die gezet wordt is Latifi. Nee, wacht even. Van Max Verstappen. Hij gaat nu door de Arie Luijendijk bocht. Dit wordt de eerste ronde.
voor Max Verstappen. Maar de vraag is het een 1.8 of is het een 1.9? Het is een 1.9.071, de snelste tijd van het weekend voor Max Verstappen. Een 1.9.071. 69.0. I'm always almost at my 68 second lap, man. 1:09.071 for Max Verstappen. What a lap that was. And he's putting together some really amazing ones at the moment. George Russell has gone second to him, 1:10.332, nearly 1.3 seconds slower. And Latifi, 1:11.1. Those are the only times we've had so far. But what a lap from Max Verstappen. Will anyone beat that over the weekend? It's the fastest lap we've had so far this weekend. And on the soft compound tyre. So is Hamilton on soft compounds. And I think now that Max Verstappen has led the way on the soft compounds, everybody else has to do the same. Exactly. And I also think that with hindsight, maybe they just didn't have enough soft tyres for Q3, and they thought, well, let's use them in Q1. Because it really changed in either speed or direction. It looks the same as it's been. Drivers are out on the circuit, about to go out of the, or just about to start their flying laps. So we will have flying laps from everybody in the next couple of minutes. And 8:40 still to go, so lots of time in which to set a time. So important. Verstappen way ahead of everybody else. Hamilton, Bottas, Giovinazzi, Russell, Norris, and Latifi next up. And Stroll still not easy. Oh, he's sixth. He's in the top 10, 1:10.367. So one Aston Martin in the top 10. Vettel not in Q2. It's not his weekend. Especially Vettel. Wow. Lots of green on the screen now as we get quick laps from the remaining four. I'm not saying they're a surprise, but they're certainly competitive here, that's for sure. And Giovinazzi again in fifth position. Yeah. Now it's Sainz for our engine. Sainz in fifth. Well, they did say they were going to bring upgrades on engines or something to Spa, but we never saw it, did we? No, I suppose we didn't. But Leclerc there going into second, and Gasly into third, pushing Hamilton and Bottas to fourth and fifth, ahead of Sainz in sixth. Then it's Alonso. And Ocon pops it into seventh. I was worried for Ocon. I thought he was going to be last in Q1, but here he is in seventh at the moment, ahead of Alonso in eighth. And for the Alpine drivers, Ricciardo goes into sixth place. Norris is down in 13th at the moment. There is van alles nog aan de hand. Kan het bij mij Max Verstappen niet voorstellen dat er in één keer 9 mensen en 10 mensen zijn die harder gaan dan een 1.09.0. Gaan wel mensen zien die harder gaan. There will be improvements, but because the track will get faster. One of the drivers who has not gone out, nor has Giovinazzi. Interestingly, he's on the bubble in 10th place. Russell of course hasn't gone out either. So those are the drivers who have not gone out. And another driver off Latifi, and that's the end of the session. And that is the end of the session. No improvement. Latifi also goes off. Rode vlag weer, Nicolas Latifi, die eraf gaat in bocht nummer 8 is het einde verhaal voor hem. En dat was te veel van het goede. Ja, hij is oké, I am fine, zegt hij over de radio. Nu is het klaar, want er is maar nog 38 seconden te gaan. Bijna onmogelijk om nog een ronde te rijden en dan een goede tijd. Dit gaat er heel goed. Nicolas Latifi. Achteruit, hard in de bandenstapels, het team van Williams. Oh, okay, in pit, yes. There he goes. There he goes. Ja, en dan is het mooi. Gasly dus, de laatste, die rijdt nu door de Tarzan bocht. En dan moet Gasly eigenlijk wel een beetje doorrijden. Want heel eerlijk is het de eerste, en ik kijk nu naar links,
Daniel Ricciardo. Die aan zijn eerste snelle ronde. Dan is het Antonio Giovinazzi. Die begint aan zijn snelle ronde. En dan is het, kijk naar rechts, moedige man, juich hem toe, Max Verstappen. Kijk eens, die tribune is wat mooi, mooi, mooi. Max Verstappen en de rest begint aan hun snelle ronde. Nou, Max Verstappen. Let's have a look at the sector times as they come in. Danny Ricciardo is going to be the first one through, 25.5 by him in the first sector, 24.3 for Giovinazzi, quicker, and 23.9 for Verstappen in the first sector. So that's the fastest time so far. Obviously in this session, 23.9. Gaan richting het tweede meetpunt waar Ricciardo het snelste is. En sneller is dan Ricciardo. Antonio Giovinazzi, waar ben je mee bezig? Wat een wereldronde. Hij gaat harder en harder. De eerste die een tijd neerzet is Daniel Ricciardo. Dan is, die gaat meteen aan de kant voor Pierre Gasly. 1-10-5 voor Ricciardo. Wat wordt het voor Giovinazzi? Die gaat er onderdoor. 1-10-12. Verstappen, 1-8-9. Well, remarkable time from Max Verstappen, 1 minute 08.923 for Max Verstappen. And the next time is Fernando Alonso, it's 1.2, almost 1.2 slower. And there is Valtteri Bottas, he's 0.3 of a second behind Max Verstappen. And where is Lewis Hamilton? Here comes Lewis Hamilton, he goes third fastest. So it's Verstappen, Bottas, Hamilton, Alonso, Giovinazzi, Ricciardo, Ocon, with times to come from the Ferraris and Pierre Gasly. Ferraris, dat is een 19e langzamer voor Charles Leclerc. Die is het niet helemaal, maar voor de rest gaat het echt fantastisch. Sainz komt eraan, maar voorlopig is het best in de spit. Ten opzichte van Max Verstappen. Vierde, mooi hoor. Vierde. Oh. The Ferraris were fourth and fifth. Leclerc ahead of Sainz, but then Gasly has gone ahead of them both. And Gasly is in fourth place. Gasly, fourth place. Amazing for the AlphaTauri. So it's fair. Starting position, we know passing is difficult. I don't expect it to be an easy race, a lot of laps around here. The tires are struggling through the high speed. But yeah, today was good, so I hope we can of course finish it off tomorrow. Perfect. Well, enjoy it and good luck tomorrow. Tomorrow's race, it's going to be a tough one. That's going to be tough. It's a difficult circuit to overtake, but I mean, what a place for us to be racing. I think strategy will obviously come into it a lot, but we're going to see a crowd like this. I mean, we haven't seen a crowd like this in a while, so it's really, really great to see some people here.
luck tomorrow. Thank you. Thank you. See you. P3, good result. Already since FP1, it looked quite good. Looked like the car was handling quite well, and you already enjoyed it here. Yeah, it's definitely an enjoyable track and a nice atmosphere as well, so it's been fun. The car has been feeling good, you know, always a little lacking a bit in Sector 1, especially in Sector 3, compared to Red Bull. Van start. Hans is suspende. Even de banden omhoog. En even een beetje te gretig op het gaspedaal. Klaar. Vanuit de lucht op de grote sterren zien we dat het op de arena, in de arena bij de Hans Ernstbocht, bocht 11-12, nog lekker druk is. En de line mee opletten. Maar we zien ook dat de banden nog niet super op temperatuur zijn. Ze komen uit de Adelaide-bocht. Emma Kimmelainen, heel langzaam. Ik zou zeggen rustig. The top three, as they were at the start line. When the start lines went out, it's still the same. Marty is in fourth place, and then in fifth place it's Jessica Hawkins. These cars all the same, but Emma Kimmelainen is beautiful. Nou, met Tom maar eens even door gaan lopen naar de andere kant. Ook wel handig. Hey, de Telegraaf. Ik vind net zo omlopen. Holland Casino gevalletjes. Oh, hier kwamen die vrachtwagens binnen. Kijk, en daar is de Noord-Holland Hotels. Dan ga ik eentje boeken volgend jaar. Jongens. Dit is dus een stukje waar je met een vrachtwagen allemaal in gaat. Oeh, dat is een mooie auto trouwens. Kijk deze dan. Zilver autootje. Grijs, ik weet niet wat het is. Dus, yeah. Kijk, dit is het hotel. Die zit dus vlak tegenover Zandvoort. Zo grappig. Nou, zijn we deze keer via de andere kant gegaan, mensen. Dat is wel grappig, want daar tegenover is het hotel. Dus dat is wel cool. Het is wel weer lekker druk. Dus we gaan naar ons tribunetje toe. Wil ik even zeiken. Lager, they're all in one big tribe sort of place.
lost a couple of places. Now, here. Even te benoemen, maar wat is het überhaupt dan mooi om naar te kijken. What a lovely view, what a lovely sight. As you say, a fantastic sight, these Porsches. And Holland has, the Netherlands has such a history with Porsche, with Ben Pon having raced in 1962 in a Porsche in the Grand Prix. But it's fantastic to see these cars. And Chris van Lennep going round in the 936. What a car that is, beautiful 936. Yes, from Manthe Racing, and then also, of course, the 911 Carrera RS 2.7 of Ad Besen as well. So a real history lesson. Yeah, that is it. Een geschiedenisles over de historie van Porsche. Natuurlijk Ben Pon, maar ook Karel Rodin de Beaufort, die met Porsche in de Formule 1 gereden heeft. We zien Jeroen Blekemolen in de Porsche die in 1998 de Mans gewonnen heeft. De 911 GT1. Je ziet de Pink Pig, de roze, het roze varken. Ja, dat was een geintje, maar die auto die heeft in 2018 de 24 uur van Le Mans gereden. We zien die groen-gele, dat is een 991 GT3 R Mantai. En die wordt ook gereden door Olaf Mantai, die met de auto, die auto's runde. En dat is de auto die de 13... Yeah, we'll see what we can do. I mean, degradation is going to be high. It's going to be important to pit at the right time, so we'll see what we can do with strategy. Thank you, Lance. Carlos, isn't it amazing, the orange ground? Yeah, no, it's quite impressive, to be honest. They are doing a very good job on cheering Max along. It must be one of the best feelings, you know, to rest at home. And I wish we can put a good show for them, and yeah, it's an interesting race. But you had an amazing qualifying. The wizards of your mechanics did an extremely good job. Yeah, they were very impressive yesterday. It was very incredible, you know, to see them work, to see what they managed to do. And in the end, it allowed me to get out in quali, regain a bit my confidence, and put it into things that is a good starting position. If there are any. Sí, ha sido una... Ayer fue una jornada difícil después del golpe que me di, pero la verdad que los mecánicos hicieron todo lo posible para salir y al final calificar sexto es una buena posición. Esperemos que la carrera sea divertida y podamos seguir remontando otro poquito. Okay. Is it amazing? What? Wow. Yeah, it is amazing. I mean, it's great to see so many passionate people and obviously fans of Max. We'll put them a good show to see today. You said second row was possible. Yeah, I also feel that way. I think fourth place was possible, but it's today that we score points, so I'm not sure they can hear me speaking with so much noise and cheering. But yeah, I mean, fourth place is possible today, so we'll get everything. Ouais, j'espère une bonne course aujourd'hui. Hier, je pense que la quatrième place était possible, mais bon, j'ai pas tout mis dans l'ordre. Mais bon, aujourd'hui, on va essayer de faire à mon départ et essayer de ramener la quatrième place à la maison. Heading for Tarzan. Teams unveiling their master plan. 72 rounds to overtake, 14 turns to make no mistake. DRS banking, feeling the drag, heading for that checkered flag. Following in the footsteps of Prost, Lauda, Clark, a new Dutch Grand Prix champion will leave his mark. Set the moon on fire, watch me shoot.
Watch over for Duffy Nelly Snell!
dan heel gezellig. Let toe, dames en heren, u bent echt geweldig. We gaan over naar mijn gewaardeerde collega's Bob en Allard. Wereldkampioenschap op de eerste rij. Ik kan niet wachten met z'n allen richting de Tarzanbocht. En ik weet zeker, mijn goede vriend en collega Bob Constantouris ook niet. They're on their final formation lap of this Heineken Dutch Grand Prix. 70 lap, 10 to 72 laps coming up. There are two cars in the pit lane. Nicola Latifi and Sergio Perez after replacement parts have been fitted. So they start from the grid, from the pit lane. Whereas there's 18 cars coming up on the grid. Max Verstappen on pole position. His ninth pole position ahead of Lewis Hamilton. Valtteri Bottas and Pierre Gasly. Equal best position for Pierre Gasly. And Charles Leclerc, Carlos Sainz. Antonio Giovinazzi, equal best for him as well. And Fernando Alonso and Daniel Ricciardo, that's the top 10. 16 overwinningen heeft Max Verstappen al op zijn naam staan. Het is zijn 132e Grand Prix. En daar gaat hij richting de Arie Luijendijk-bocht. Wie wordt de opvolger van Nibiru 1985? Hoofd op de scherm. Sergio Perez, hij had niet goed gezien. Ze hebben dat betekent dat hij vanuit de pitstraat moet starten. En Nicolas Latifi, ook hij moet vandaag starten nadat ze het ene aan die auto heel veranderd. Dat niet mag onder de reglementen van Park Vermeulen. Heel rustig komt het veld richting de startopstelling. En als alle auto's dan stilstaan en zogenaamd... It stops, and it may depend on yellow flags and safety cars as well. But we have the lights, yeah, right coming on. Groene vlag, de groene vlag wordt gezwaaid. De lichten zijn aan. Wow, what a first few corners from Max Verstappen. He has already pulled out such an advantage over the two Mercedes, Hamilton and Bottas. Then Gasly, Leclerc, Giovinazzi fighting for space. Ook Latifi en Perez zijn uit de pitstraat gestart. En dan is de vraag, hoe lang gaan we Perez dadelijk weer zien rijden? En misschien dat hij wel... En achterin zien we meteen slipstreamgevechten. Het zijn de twee Haas-coureurs die in gevecht zijn. Schumacher aan de buitenkant. En die probeert langs teamgenoot Mazepin te komen. Ja, dames en heren, wat een actie. Eigenlijk een hele domme actie van Mercedes. Ze halen Bottas binnen voor de snelste ronde. Want ze denken, ja, die moet natuurlijk punten weg. En wat gebeurt er dan? Tijdens het rijden van die snelste ronde komen ze erachter dat Lewis Hamilton hem heeft. En dan zeggen ze, Bottas, rustig, rustig, rustig. Die gaat niet rustig genoeg.
Dus nu moeten ze Hamilton binnenhalen om de snelste ronde te rijden. Van Max Verstappen, die nu de laatste ronde ingaat, enorm is. Meer dan 20 seconden. Max, rijden. Max, historie schrijven. Na 36 jaar zijn we terug hier in Nederland. Wie gaat de snelste ronde van de wedstrijd rijden? Dat wordt ongetwijfeld Lewis Hamilton, die op de zachte band die snelste ronde naar zich toe gaat trekken. Daar twijfel ik geen moment.
happened. You have just won. Heineken Dutch Grand Prix from the Bavarian family in this amazing crowd. Expectations were very high going into the weekend, and it's never easy to fulfill that, but yeah, I'm of course so happy to win here, to take the lead as well in the championship. It's just an amazing day. Max, you had an amazing start, you didn't put a foot wrong. The team strategically also did a great job countering Mercedes. Could have anything gone better for you, or is it just the perfect day out of your career? It's definitely a very good day. I mean, start was very important. I think we did that well. Then, of course, Mercedes tried to make it very difficult for us. But we counter them all the time really well. And yeah, we can be really pleased with the whole team performance today. Well done. Congratulations. You're leading the World Championship again. And enjoy this amazing crowd. Thank you, guys. Yeah. How was it here? Hard work out there? Sweating? Congratulations. Max did a great job. Congratulations to him. I gave it absolutely everything today, flat out. I pushed as hard as I could, but they were just too quick for us. So I've had an amazing time here in Holland, thanks to the crowd. So thank you so much for having us. Behind Max, always looking. It looked like rush hour out there. Take us through the traffic. Yeah, I'm gonna call him Noah from now on, man. Just every time he got traffic, they just moved out of the way, and it was very hard to navigate through all the traffic. But they just had that upper edge. It's very hard to follow here. And the last lap, you came in for extra set of tires, obviously to get the point for fastest lap. Well done. Was it like a mini qualifying session? The last lap was one of the best parts of the race for me, because this track is just incredible in a single lap, low fuel. This is now one of my favorite tracks, so I'm looking forward to my match this year. Another podium finisher for Valtteri Bottas. Valtteri, congratulations with your podium. I mean, you've been on the podium before, you won the Marlboro Masters many years ago. Take us through your race. You're happy with me? Unfortunately for me, pretty uneventful, you know, obviously kept pushing, but we tried a one-stop, so I went for a long first in and tried to, you know, survive with the tires till the end, but at the end we had quite a big gap behind me, so we just made a stop for safety, basically, so, I mean, yeah, we tried, but we just didn't quite have enough pace today. Did you enjoy, as your teammate, the sort of new tire run near the end to get the point for fastest lap? Yeah, I didn't go for the fastest lap, but Lewis got it. So, but yeah, as a team, we got a solid points. Yeah, you've done a great job. Should be happy. I mean, enjoy the crowd here. Yeah, they're also here for you. It's cool. Yeah, they've been very supportive. So thank you. The Heineken Dutch Grand Prix in third place, Valtteri Bottas of Finland. His sixth third place of the year. Well done, Valtteri. In second place, Lewis Hamilton of Great Britain. His fifth second place of the year. Well done to Lewis. But our winner, Max Verstappen. The Netherlands, sung by Davina Michel, and the Austrian national anthem. Here.
minuten. By Charlene Di Cavallo of Heineken, and she presents the trophy to the winner, Max Verstappen. Well done to him! And the winning team, Red Bull Racing Honda, represented by Richard Wolverson, senior engineer, the trophy presented by Dolph van den Brink, CEO of Heineken NV. Congratulations to Red Bull Racing Honda. Well done to the second place driver, Lewis Hamilton, the trophy presented by Charlene Di Cavallo of Heineken. Well done to Lewis. And Charlene Di Cavallo presents the trophy to the third place driver, Valtteri Bottas. Congratulations. Well done, gentlemen. And now, let's celebrate for Luigi! Nou, nog een klein stukje lopen. Hé, die vliegtuigen, die volgen mij. Grappig. Die vliegtuigen, die volgen mij. Die hebben slecht bereik. Ik heb al één iemand hier.
is niet helemaal anders tegen. Waar is het helikopter? Helikopter! Pokken en we lopen. Ik heb het volgende jaar. 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 Ik heb het volgende jaar.